Mi fa venire in mente il salmone perché lì sono tutti pescatori e ce n'è molto in abbondanza. E anche mi fa venire in mente il freddo e il ghiaccio. Per me i norvegesi sono persone un po' vanitose perché sono tutti abbastanza ricchi col fatto del salmone. E ora che sono ricchi, cioè sono taccagni. Io i norvegesi li vedo tutti come Babbo Natale. Non so perché. Wie zijn die Nooren eigenlijk? Zijn het allemaal kerstmannen? Eén ding is zeker, ze zien er heel verschillend uit. Veel Nooren hebben voorouders uit andere landen. Overal ter wereld brengt de kerstman brave kinderen cadeautjes met zijn slee die getrokken wordt door rendieren. Dus misschien woont hij wel in Finmarken. Daar woont in elk geval Jon Aira. Hij sleet graag met zijn broertje en zusje rond in zijn rendierslee. Als het tenminste niet te koud is. Waar ze ook wonen en welke huidskleur ze ook hebben. Eén ding hebben de Nooren met elkaar gemeen. 17 mei, hun nationale feestdag. Veel andere landen vieren zo'n nationale feestdag met militaire parades. De Nooren dragen graag hun vlag rond. Of ze nu in Oslo of Lillesand wonen. Maar nu gaan we naar het eiland Hidra. Kunnen er wel mensen wonen op dit eiland dat alleen uit bergen en rotsen lijkt te bestaan? Het eiland Hidra ligt in het zuidelijkste puntje van Noorwegen. Er zijn in elk geval wegen, dus er zullen ook wel mensen wonen. De meeste mensen op Hidra wonen in Rasvak, Kirkehamn en Aje. Dit is Rasvak. Het ziet er uitgestorven uit. Er is niemand te zien. Oh ja, eentje in die boot. In de zomer zijn hier veel meer mensen. Dan wordt elk huis bewoond. Maar nu, in november, staan de meeste huizen leeg. Deze school is de enige plek waar veel mensen bij elkaar zijn. De leerlingen hier zijn tussen de 6 en 13 jaar oud. De school heeft 62 leerlingen. Er zijn veel mooie dingen op Hidra te zien, zoals deze vissershuisjes. Hey, en welkom bij Hidra, som er de største øya i Vest-Agder fylke. Arealet er ca. 20 kvadratkilometer, og der bor ca. 600 mennesker her ute. Men om sommeren er antall mennesker her ute flerdoblet. Hidra skiller seg fra fastlandet med det 350 meter brede Hidrasundet. Som det gjenger ferie over hver time. Noen av de viktigste sakene for oss som bor her ute på Hidra i dag, er å få tunnel under Hidrasundet. Det er blitt fortalt at verdens eldste kart som henger i arbeidsrommet i Dojins palass i Venezia, her har merket 10 stedsnavn i Norge. Og Hidra er et av dem. Og det som er problemet, det er at ingen vet hvor gammelt dette kartet er. Vi har lite snø her om vinteren i forhold til mange andre plasser i Norge. For det første bor vi nær havet, og for det andre sørger Golfstrømmen for at vi får en høy gjennomsnittstemperatur. Dette milde klimaet gjør at vi her på Hidra kan finne mange planter som egentlig hører hjemme i varmere strøk. Blant annet gjelder det til kristtorn og eføy. Det er ingen forskjell på flo og fjære på Hidra. Det er svært praktisk. Sjøbuene her bygges ut i havet, og under det kan båten ligge trygt fra uvær og regn. Denk je dat kinderen van een eiland anders zijn dan andere kinderen?
Det synes jeg ikke, fordi at vi har samme moder som andre, og vi hører på samme musikk som deg. Men det kan jo være at vi er litt treigere med moder og sånn enn andre, for vi kan jo ikke vente noe annet når vi bor på en så liten øy som Hidra. Guttene spiller fotball, og mange jenter er interessert i hester, og mange har hester selv. Men det kunne godt vært mer idretter her, for eksempel håndball og jentefotball. Det hadde vært gøy. De eilandbewoners hebben altijd van de landbouw en de visvangst geleefd. Maar hier iets verbouwen is moeilijk, zoals goed te zien is aan de overblijfselen van deze terrassen. De landbouw is minder belangrijk geworden, maar veel gezinnen leven nog steeds van de visvangst. Hvor er det tegnet skal vi ta først? Nei, skal vi ikke ta den da? Ja. Kan du ta haien da også? Alf en zijn gezin leven van de visvangst. Normaal gebruikt Alf een veel grotere vissersboot dan deze snekker, zoals dit type boot heet. Voor de kreeftvangst gebruikt hij wel 200 kreeftenkorven. Gewoonlijk gaat hij ook verder de zee op. Hoi, wat is dat voor krabben? Ah, ja, krabben, hè? Ja. Ik zet hier nu thuis. Maar vandaag is hij op zee met zijn zoon Alf Erik en zijn dochter Marie-Thérèse. Zij hebben hun eigen kreeftenkorven. Met de kreeften en krabben die ze vangen, verdienen ze extra zakgeld. Daar waren wij. Die waren er wij. Oei, oei, oei. Hangt voor vlot. De kreeft van Marie-Thérèse moet gemeten worden. Als hij minder dan 24 centimeter lang is, moet hij worden teruggegooid. Terug naar Sjirkehamn. Maar Alf is nog niet klaar met zijn werk. Om tijdens het korte kreeftseizoen zoveel mogelijk te kunnen vangen, moeten kapotte kreeftenkorven meteen gerepareerd worden. Ja. Ja, ta dan. Wat is dat dan? Ik gedaan. En voor die stoot. Marie-Thérèse en Alf Erik willen hun kreeftenkorven ook zelf kunnen repareren als dat nodig is. Tijdens een project op school over het leven aan de kust konden leerlingen leren hoe ze de kreeftenkorven moesten repareren. Zo, zo kan het op je aan draaien, dan moesten we daar. Kost het weer? Zo? Nee. Ja, je kan het aan zo. Goed, daar. Als één hoog. Ja. Maar Therese, du lust te proeven, Litt? Ik kan het, maar weet je hoe ik het te. Ja, je kan zien hoe je het te. Ik kan het altijd te. Du blijft wel rask en leren, du. Zo, ja. Ja, op daar. Zo, ja. Sånn. Ja, noe så akkurat. Bare trenger jeg noe der først, så sånn. Ja, og så inn der. Så strammer litt til den. Uden der. Is det løk om her til å vone, Helene? Det er jo veldig fint her ute. Mange hyggelige mennesker. Alle kjenner jo nesten hverandre, så godt miljø og lite trafikk. Det er jo veldig godt og trygt der ute. Fint for unger å vokse opp her. Det er mange severdigheter, kjerker og museum og losutte og ruiner fra krigen. Så det er veldig fint der ute. Van twee kanten van het eiland komen kinderen naar het oude schoolgebouw om te repeteren met het schoolorkest.
Het ging niet zo goed met het orkest, maar nu gaat het beter. Leerlingen van de middelbare school en moeders hebben het orkest gered. Bovendien worden er 10 nieuwe leden opgeleid die het orkest zo snel mogelijk komen versterken. Dat wordt een feest op 17 mei. In het oude schoolgebouw van Rasvaak zit de jongerenclub. Daar kunnen leerlingen van de school op het eiland en de middelbare school op het vasteland bij elkaar komen. De club is een goed alternatief voor de tv en de computer, vinden de jongens en meisjes. Het is er leuk. Ze kunnen er dingen doen die thuis niet kunnen. Opgroeien op Hydra is dus geweldig, zou je zeggen. Maar wat moeten de jongeren na hun opleiding? De visteelt is hier de belangrijkste bron van inkomsten. Oppdrett av laks har gitt mange mennesker arbeidsplasser langs Norges kyst, sånn som her på Hydra. Den største bedriften på Hydra heter Hydra Edelfisk, og der jobber der 62 personer. I denne her noda, eller mera, som vi kaller det, vi har for 1,5 år siden satt ut mange smålaks som var 20 centimeter lange og veide 100 gram. Nå går der 45 000 laks i denne mera, og alle er nå blitt så store og veier rundt 5,5 kilo. På Hydra blir det produsert omtrent 40 millioner måltider med laks i året. Mesteparten av landene i Europa kjøper laks fra Hydra. Men dessverre for denne her laksen så begynner dette her det siste måltidet. Snart så skal den pumpes opp av sjøen, og der borte venter slaktebenken. Forresten at det er litt trist at denne her fine laksen bare blir sendt ut av landet sånn. Det er jo tross alt en veldig fin råvare. Tenk om ikke vi på Hydra her kunne gjort noe mer med laksen. Sånn som vi lagt noen fine retter for eksempel. Det kunne jo gitt arbeid også til mange mennesker. For meg for eksempel og vennene mine. Vi ønsker ikke jo en jobb her på Hydra. For det er jo her vi helst vil bo når vi blir voksne. Det har blitt sagt at eksport av laks om noen år vil kanskje gi Norge like store inntekter som oljeindustrien. Og hvis vi på Hydra skal være en del av det, så må jo vi få tunnel da. Vil Møfrid, als ze haar diploma heeft, ook op Hydra blijven wonen? Jeg kunne godt tenkt å bodde her når jeg blir stor, for det er så fint det. Jeg kjenner så mange, i hvert fall de unge, og jeg har veldig mange gode venner. Men det kan jo være de flytter når de blir store. Men det kunne jo vært greit å bytte en annen plass, oppleve et annet miljø, kanskje reise til utlandet, men selvfølgelig å komme tilbake igjen til øya vår. Hva kunne regjeringen gjøre for å gjøre dette mulig? Jeg syns i hvert fall at de burde opprette flere arbeidsplasser og få noen til å bygge tunnel, eller så tror jeg de unge som bor her nå kommer til å flytte vekk fra øya. De tunnel er dus heel belangrijk for de eilandbewoners. Nu zijn ze afhankelijk van de pont die maar 1 keer per uur vaart. Met een tunnel zijn ze in 1 minuut op het vasteland. Als Hydra meer wil worden dan een vakantieeiland, dan is de tunnel volgens de eilandbewoners niet alleen de beste oplossing, maar zelfs de enige oplossing.